Raven is een nieuw merk op de markt, maar eigenlijk sterk onderbouwd door de ervaring. Eigenlijk zit er achter het project meer dan 30 jaar ervaring in de wielerkledij. Hetgeen Raven voor staat is een collectie die zich distancieert van hetgeen meer gangbaar is bij de gekende merken. En dat zit hem in allemaal details, in de keuze van de stoffen, in de keuze van de print. Als we bijvoorbeeld beginnen bij de koerstrui korte mouw. Een strakke belijning, echt coureur. Verborgen lange rits, de logo's en de teksten lopen perfect door. De kragen zitten altijd ingewerkt in de kraag. Of het nu een koerstrui is of een lange trui of een jack. Steeds is er inwerking van de rits in de kraag, waardoor geen irritante contact kan gebeuren tussen de rits en de huig. Siliconen antislip die de trui perfect op zijn plaats houden, dus de trui kan niet omhoog kruipen of beginnen draaien. De keuze van de stoffen is meestal Italiaans, in ieder geval Europees. En staat voor een continue kwaliteit. In dit model heeft u ook nog een flatlock. Dit heeft het voordeel niet alleen dat het mooi is, maar dat de naden helemaal plat zijn. Dus geen irritatie van de naden. Hetzelfde verhaal geldt voor de koerstrui lange mouw. Met dit verschil natuurlijk dat de stof heel wat dikker is, dus dat het een veel warmere stof is. Goed gemoltoneerd, lekker zacht. Ook goed elastisch in de breedte richting, hetgeen geldt voor de koerstrui korte mouw ook. En weinig elasticiteit in de lengte richting. Voor de rest heb je hier dezelfde opties. Dus alweer de rits mooi ingewerkt in de kraag. Geen contact tussen de huid en de rits. Siliconen slip, flatlock. Dan gaan we door met de zomervest. Mooie hanger. Al de jacks hebben eveneens terug de rits mooi ingewerkt, hebben een zachte binnenkant van de kraag. Een heel ander materiaal dan de buitenkant. De buitenkant van dit jack is volledig waterdicht, winddicht en ademend. Een goede anti-windstopper onder de rits, dat er ook langs daar niks kan inkomen. Drie opgezette zakjes. Terug weer die strakke lijn. Prima afgewerkt. Het tussenseizoensvest met dezelfde eigenschappen. Terug waterdicht, winddicht, ademend. Ritsje mooi ingewerkt. Windstopper onder de rits. Zachte binnenkant van de kraag. Reflecterende band achteraan. Die een dubbele functie heeft, namelijk het water die afstroomt van de rug, dat het niet in de zakken zou lopen, want onder deze band loopt een rits met twee ruime zakken. Dit is de tussenseizoensvest, dus voor herfst en lente. Niet te dik, wel lekker warm door het feit dat het 100% windblokker is, maar toch niet te warm door een dikke vlies aan de binnenkant. In tegenstelling met de wintervest, die dezelfde opmaak heeft als de tussenseizoensvest, dus de reflecterende band, de ritsen en de zakken weggestoken. Terug weer windstopper, mooie inwerking, zachte binnenkant van de kraag, maar de binnenkant van de vest is gevoerd met een vlies, waardoor het echt een warme vest wordt. Dit is een vest die perfect de kou buitenhoudt bij vriestemperaturen. Dit is dus werkelijk een wintervest. De stof is terug waterdicht, 100%, 100% winddicht en ademend. Een artikel die heel veel wordt genomen om te dragen op de koerstrui korte en lange mouw is de windbreker.
Een vestje die de renners krijgen in de Ronde van Frankrijk bijvoorbeeld, als ze de berg zijn opgereden om de afdaling te doen en om niet te onderkoelen. De rugweer, die zachte binnenkant van de kraag, de rits die is ingewerkt in de kraag. Het voorpand en de schouders is een stof die waterdicht en winddicht is, dus goede bescherming geeft. Windblokker onder de rits. De rug wordt gehouden in een gaas, in een geventileerde stof, om het zweet nog beter te laten afvoeren. Er kan ook geopteerd worden om alles in dezelfde stof te laten verwerken. Wat specifiek is aan onze windbreker, is ook het zakje achteraan. Een zakje met rits. Je kan daar wat insteken als je ermee rijdt, maar het is ook de bedoeling om, nadat je daarmee gereden hebt van 's morgens fris, om 10 uur komt de zon erdoor en wordt het wat te warm, dan stop je even, haat je heel dat vestje in de zak steken en wat schiet erover? Een klein bolletje die weinig weegt, die je gemakkelijk in de koestrui steekt. Wordt het terug te fris of het begint licht te regenen, oké, je haalt het uit je zak en je steekt het aan. Heel handig in de zomermaanden op de koersrui korte mouw, heel handig in de tussenseizoens op de koersrui lange mouw. Het allicht belangrijkste stuk, kledingstuk voor de wielrenner is uiteraard de broek. Onze broek is opgemaakt uit een geventileerde stof voor de bretels. Een zware lycra van 240 gram. Zeer gesublimeerde lycra die wel een specificiteit heeft. Hier mag je werkelijk aan rekken, er verandert niets. En hoe komt dit? Dit is een lycra die mag gesublimeerd worden bij 210 graden, terwijl de meeste lycra's slechts 190 graden kunnen verdragen. En dat komt omdat de lycravezel ingebed is in een kokerpolyester. Met het effect dat de sublimatie 100% kan zijn en dus de penetratie van de kleuren veel dieper gaat in de stof. Vandaar, rekken we eraan, gaat geen wit naar voren zien komen. Na gebruik of veelvuldig gebruik, ook na een paar jaar, ga je geen doorkijk krijgen. Een mooie dekking, een mooie inkleuring. Specifieke stof. We hebben heel wat verschillende modellen van broeken. Dit is er een met een achterpand, twee zijpanden, een voorstuk en een ring onderaan. Maar bij ons, bij Raven, is er keuze uit wel een 14-tal verschillende broeken qua opmaak. Een van de belangrijkste zaken is het zeem. En wij raden het gelzeem aan. Steeds een ander drukpunt, zeer duurzaam. Zeer duurzaam, dus zal niet zoals een mousse plat gezeten zijn na een paar duizend kilometer. Dit is het zeem dat wij aanraden, maar ook al het standaard zeem is een zeem die reeds heel wat technische hoogtepunten in zich heeft. Een high density foam van 120 kilogram de kubieke meter is dat. Dus duurzaam. De vormen en de split voor de leidingen zijn mooi voorzien. Heel dun op de zijkanten om het stiksel niet in contact te laten komen met de huid. Zeer duurzaam reeds, de HD Ergonomic. En nochtans raden we aan het gelzeem te nemen, omdat dit nog een paar niveaus hoger is dan de foam. Een onmisbaar stuk voor de tussenseizoenen en zeker voor de winter zijn uiteraard de lange broeken. Wij kunnen net dezelfde dessin of opmaak van de broek behouden, zoals bij de korte broek. Met andere woorden, dezelfde sponsors gaan ook op de winterbroeken zich tot uiting brengen. Hier ook met een mooie flatlock die het toch wel iets speciaals geeft.
onderaan is steeds een ritsje voorzien, zodoende dat je gemakkelijk in en uit de broek kan. Een dikke stof, een super roubaix, zeer elastisch en zeer aangenaam om dragen, lekker warm. De keuze van de zeemen is dezelfde als bij de koersbroek. En uiteraard raden we steeds het gelzeem aan. De lange broek kan in de dikkere winterstof en kan ook in de zomerstof verkregen worden. De kniebroek, een item die meer en meer wordt genomen. Een goede antislip, siliconen antislip, net zoals in de koersbroek, die de broek op zijn plaats houdt onder de knie. Dezelfde keuze van zeemen, ook in zomer- en winteruitvoering verkrijgbaar. Naast het volledige gamma bovenkledij brengen we in dezelfde dessin uiteraard als de kledij alle accessoires. Bandana, armstukken, zomerhandschoenen, winterhandschoenen, kniestukken. Dit zijn dan winterhandschoenen. Lekker warm. De beenstukken. Mooi voorgevormd, dus de knie is erin verwerkt, ook met ritsje, om het gemakkelijk in en uit te laten, in en uit te laten gaan. Overtrekschoentjes, winter, lekker warme voetjes in de winter. Dus het volledige gamma is eigenlijk verkrijgbaar, allemaal perfect te personaliseren.